Beste kijkers van RTV IJsselmond, ik zit hier aan tafel met meneer Van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP, die in zijn portefeuille heeft de zorg. En we zitten nu in Kampen, in een mooi nieuw gebouw, Margaretha. Meneer Van Gerven, de SP zet zich heel erg in voor de ouderenzorg. Het is een groot issue voor de SP. En wat kan de SP doen op dit punt, de ouderenzorg? Nou, we hebben gezien dat de afgelopen jaren dat er snoeihard bezuinigd is op de ouderenzorg. De thuiszorg, 40% minder budget. De verzorgingshuizen afgeschaft. En ook heel veel bezuinigingen, zeg maar, in de ouderenzorg in den brede. Ook nog de dagbesteding en begeleiding, dus bij de gemeentes. En ja, dat is natuurlijk een kaalslag geweest. En wat de SP wil, is dat we van een kaalslag een inhaalslag maken. En we willen dus enorm veel gaan repareren. Dat de verzorgingshuizen weer open gaan of niet verder gesloten worden. Dat er 2 miljard extra geïnvesteerd wordt, zeg maar, in de ouderenzorg, in de verpleeghuizen. En we willen ook, zeg maar, dat de wet maatschappelijke ondersteuning, dus waar de huishoudelijke verzorging wordt gegeven, dat daar ook die bezuinigingen worden teruggedraaid. En dat gewoon weer de hulpverlener met de patiënt centraal komt te staan. Ja, dat zegt u mooi, van een kaalslag een inhaalslag maken. En hoort daar het Nationaal Zorgfonds dan ook bij, van kaalslag naar inhaalslag? Ja, dat is een ander gedeelte van de zorg. Dat gaat over de ziekenhuizen, de huisartsen, de apothekers. Wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. En wat we de afgelopen 10 jaar hebben gezien, dat de bureaucratie enorm is toegenomen. Dat mensen steeds minder te zeggen krijgen over naar welke dokter ze mogen gaan. Dat de kosten enorm de pan uit zijn gerezen, met name het eigen risico. Wat nu al €385 per jaar bedraagt per volwassen persoon. En wij willen dat afschaffen, dat eigen risico. En ook de zorgverzekeraars afschaffen. En vervangen door 1 nationaal zorgfonds, 1 rijksdienst met een regionale uitvoering. Ja, 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 ja. Is dat zoiets als wat we vroeger hadden? Voordat het geprivatiseerd werd? Nou, nee, want vroeger hadden we het ziekenfonds en de particuliere verzekering. Maar wij willen toe naar een nieuw nationaal zorgfonds. Wat eigenlijk een uniek Nederlands systeem is. Wat we van onderop willen opbouwen. Vormgegeven, zeg maar, door de regio's. In samenspraak, zeg maar, de hulpverleners met patiënten, gemeentes. En ja, dat is dus een nieuw systeem. Wat wel publiek is. Het geld wordt via het Nationaal Zorgfonds verdeeld. Wat dus eigenlijk een rijksdienst is. Ja. Oké, nou heb ik even op uw website gekeken. En ik ben wel erg betrokken bij de senioren, zoals u het op uw website zegt. En u noemt het ook de kracht van senioren. En wat houdt die kracht in? Wat is de kracht? Nou, het verstand komt met de jaren. En dat is een bekend gezegde. En daar doel ik ook op dat ouderen misschien wel beperkingen hebben. Of minder lichamelijk natuurlijk wat minder sterk worden. Maar gewoon wel door heel veel levenservaring hebben. En ja, dat is de kracht ook van senioren. Als je het vergelijkt met de ontstuimige jeugd, om het zo maar eens te zeggen. En daar doel ik op. En ouderen weten ook heel goed vaak hoe belangrijk is dat je elkaar helpt. Ja. Dat je elkaar nodig hebt. En dus die solidariteitsgedachte, die is ook erg belangrijk voor ouderen. En wordt ook heel sterk beleefd door ouderen. Ja. Nou ja, die solidariteit. De senioren versus jongeren. En met name ten aanzien van de pensioenproblematiek. Ik merk nu in de politiek, in de verkiezingsstrijd, dat het wel een beetje tegen elkaar uitgespeeld wordt. Ja. Senioren versus jongeren. Wat zegt de SP daarvan? Nou, ik vind het bizar dat dat gebeurt. Ja. Want dat is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis. Hè? Ja. Dat ouderen tegen jongeren worden uitgespeeld. Ja. Ja. Kijk, we hebben altijd de notie gehad, het besef van dat jongeren, als ouderen oud en behoeftig zijn, dat ze dan elkaar helpen, dat de jongeren de ouderen helpen. Ja, ja. Maar nu worden ze tegen elkaar uitgespeeld. En dat is eigenlijk volstrekt onterecht. Ja. 2 redenen. De pensioenen zouden onbetaalbaar worden als wij nu een fatsoenlijk pensioen uitkeren aan de ouderen. Niets is minder waar. De pensioenpotten, weet u hoeveel daarin zit? €1.400 miljard. U hoort het goed, €1.400 miljard. En dat is eigenlijk een verdubbeling binnen 10 jaar tijd. Dus ondanks de crisis zijn die pensioenpotten enorm gegroeid. Ja. En een tweede punt wat wij heel erg belangrijk vinden is dat de AOW-leeftijd weer teruggaat naar 65. Ja. Heel veel mensen zijn op als ze 60, 65 zijn en zijn blij dat ze dan met pensioen kunnen en van een AOW genieten. Ja. En
waarom is dat zo verstandig? Dat is natuurlijk iets waar de ouderen recht op hebben. Maar er zijn ook nog 500.000 mensen zonder baan die werkloos zijn. En zou het niet geweldig zijn als de ouderen zeg maar, van een welverdiende AOW kunnen genieten en plaats kunnen maken voor jongeren die op een baan zitten te wachten? Ja. Oké. Gisteren zag ik bij Paul en Jinek de thuiszorgmedewerkers. En de vraag van Paul of Jinek was van hoeveel tijd bent u dan kwijt aan de administratie? Want alles moet de puntjes voor de bijhouden, heb ik begrepen. Ja. En toen zei een van de medewerkers, zei, ja, ik ben 40% van mijn tijd kwijt aan het administreren. Terwijl heel Nederland wil meer handen aan het bed. Wat is dat nou? Hoe kan dat? Ja, nou dat toont het failliet aan van het stelsel. Dan kom ik weer terug op het Nationaal Zorgfonds. Kijk, de wijkverpleegkundigen die vallen onder de zorgverzekeraars. En ze hebben er een bureaucratische bende van gemaakt. En dat moet gewoon stoppen. Ja. Hoe komt dat? Het systeem is gebaseerd op wantrouwen, ja. Concurrentie. Dus alles wordt tot achter de komma gecontroleerd. Ja. En er is ook enorm bezuinigd op de wijkverpleging. Ook honderden miljoenen. En dat alles maakte tot een explosief mengsel. Waarbij de wijkverpleegkundigen alles moeten verantwoorden wat ze doen. Enorme druk staat om minder werk te leveren, om de patiënten minder goed te helpen. En alles wordt tot achter de komma gecontroleerd. Dus wat mij betreft, wat de SP betreft, halen we die zorgverzekeraars ertussen uit. Gaan de wijkverpleegkundigen gewoon de mensen helpen zoals dat moet. Gewoon naar eigen bevind, samen in overleg met de familie en de patiënten. En komt het geld wat er nodig is voor die wijkverpleegkundigen, zodat ze fatsoenlijk hun werk kunnen doen. Ja, precies. Ik merk ook dat er weinig waardering is voor het werk van de wijkverpleegkundigen. En hoe kunnen wij nou dat meer gaan waarderen? Door meer salaris? Of wat denkt u? Nou, ik denk dat kijk, ze worden eigenlijk miskend zeg maar, door de bobo's, door de elite, door de bestuurders, door de bazen bij de zorgverzekeraars. Maar de gewone mensen die zorg krijgen, die zijn buitengewoon te spreken en willen heel erg graag die zorg hebben. Ja. Dus wat er moet gebeuren is die zorgverzekeraars aan de kant. Ja. En zorg nou dat zij een fatsoenlijk salaris hebben, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. En dat betekent vooral meer personeel. Heel veel mensen die in de zorg werken, zitten niet op het grote geld te wachten. Maar die willen gewoon naar eer en geweten hun werk kunnen doen. En willen vastigheid en zekerheid. En natuurlijk ook voldoende personeel om al het werk wat er te doen is te kunnen verzetten. Nou, het is ook wel duidelijk geworden. Ik hoop de kijkers ook. Hartelijk dank voor het interview en die tijd. Ja. Ja.